deze webles gaan we kijken of we standaard blaas- of snaarinstrumentsommetjes, en dat hoort dus bij het hoofdstuk trillingen en golven, of we die op een makkelijke manier kunnen aanpakken. En dat ga ik doen aan de hand van een stappenplan. Ik neem het eerst even door en dan ga ik aan de hand van de voorbeeldopgave ga ik het stappenplan toepassen. Uit welke stappen bestaat mijn stappenplan? Nou, het zijn de volgende. Als eerste ga ik mezelf de vraag stellen, wat voor soort instrument heb ik mee te maken? Is het een blaasinstrument? Heb ik te maken met beweging van lucht in een pijp? Of is het een snaarinstrument? En ik ga vervolgens een situatieschets maken. Daarbij hou ik ook al rekening met het feit of ik een grondtoon moet tekenen of een boventoon. Gaan we daar kijken in het voorbeeld wat ze willen weten. En dan ga ik ook proberen om dat meteen te tekenen. Stap 2 is dat ik de goede formule erbij zoek. En bij dit soort sommetjes is dat eigenlijk altijd dezelfde formule. En ik ga eens kijken welke grootheden zijn gegeven en welke grootheden moet ik zelf zien te achterhalen. Stap 3 is dat ik mijn tekening vervolgens ga gebruiken om een grootheid te achterhalen. Want in mijn tekening kan ik altijd de relatie leggen tussen de lengte van mijn instrument en de golflengte. Stap 4 is dan eigenlijk het makkelijkst, dat is gewoon berekenen van het antwoord. En stap 5 is de standaardstap. Ik ga letten op 3 dingen. Ik ga kijken, geef ik antwoord op de vraag? Heb ik rekening gehouden met de significante cijfers? En vergeet ik mijn eenheid niet? Dit is mijn voorbeeld. Ik heb een gespannen snaar. De snaar heeft een lengte van 75 centimeter. De golfsnelheid is gegeven. Die is 440 meter per seconde. En men wil weten, wat is de frequentie? Maar niet van de grondtoon die ik hoor, maar van de eerste boventoon van deze snaar. Nou, dan gaan we eens kijken. Stap 1 van ons stappenplan was maken schets. Ik ga een schets maken van de situatie. En ik ga daarbij dus tekenen een snaar. En een snaar zit vast tussen twee uiteinden. En ik weet altijd bij een snaar dat allebei de uiteinden, dat zich daar een knoop bevindt. Zou ik de grondtoon moeten tekenen, dan krijg ik tussen de twee knopen krijg ik een buik. Maar ik moet hier al de eerste boventoon gaan tekenen. En de eerste boventoon wil eigenlijk niets anders zeggen dan dat er één knoop erbij komt in mijn plaatje. En de staande golf die ik dan krijg, die ziet er zo uit. Knoop, knoop. Mijn schets is klaar. Door naar stap 2. Stap 2 is, ik ga de juiste formule gebruiken. Nou, de juiste formule in dit soort situaties is eigenlijk altijd de formule die een relatie legt tussen de golfsnelheid, de golflengte en de frequentie. En die luidt V is lambda maal F. Nu is in deze situatie V al gegeven, die is 440 meter per seconde. F willen ze weten, er wordt gevraagd de frequentie van de eerste boventoon. Lambda is nog onbekend, maar om lambda te kunnen berekenen ga ik naar stap 3. Want ik heb niet voor niets een schets gemaakt van de situatie. En uit die schets kan ik de relatie halen tussen de lengte en de golflengte. En daarvoor ga ik even terug naar mijn tekening. Dit is mijn tekening die ik heb gemaakt. En ik ga gewoon gebruik maken van het volgende. Ik ga eerst tegen mezelf zeggen, ja, als ik 3 knopen heb, dan moet ik natuurlijk ook buiken hebben. En die zitten dan tussen de knopen. Hier en hier heb ik een buik. En dan heb ik in totaal 4 stukjes. 4 stukjes waarbij ik van een knoop naar een buik ga. Ik zal ze even nummeren. 1, 2, 3 en 4. En ik weet één ding, en dat geldt zowel bij een snaarinstrument als bij een blaasinstrument. Elke afstand knoopbuik is 1 keer een kwart lambda. Dus ik heb 4 keer een kwart lambda in mijn situatie. Dat houdt in dat de totale lengte van mijn snaar, dat het gelijk is aan 4 keer een kwart lambda, ofwel 1 lambda. Nu is de lengte gegeven, die is 75 centimeter, dus hieruit volgt dat de lambda ook gelijk is aan 75 centimeter. En ik ga hem daar natuurlijk in meters invullen in mijn formule. Lambda is gelijk aan 0,75 meter. Oké, dat is stap 3. En nu ga ik stap 4 doen. Nu ga ik dus de formule gebruiken, invullen. Ik weet nu zowel lambda, want die heb ik net in stap 3 bepaald, als de golfsnelheid V.
Dus ik kan F gaan uitrekenen. Moet ik eerst mijn formule even omschrijven, zodat het staat F is. Nou, dat kan ik vrij eenvoudig door links en rechts te delen door lambda. Dan krijg ik F is V delen door lambda. V was 440 meter per seconde. Lambda hebben we net berekend, die is 0,75 meter. Dan kan ik met het rekenmachine gaan uitrekenen hoe groot de frequentie is. En als ik dat doe, dan kom ik uit op 586,6. 586,6. Nou, ik zal expres nog even de eenheid vergeten, want dat gaan we dadelijk in de laatste stap doen. Stap 5 is namelijk completeren van je antwoord. Let op de drie dingen. Er wordt gevraagd een frequentie. Nu had ik net een frequentie uitgerekend. En het getalletje was 586,6. Maar ik moet natuurlijk ook letten op significante cijfers. Dan ga ik even kijken. Het bovenste getalletje is gegeven in twee significante cijfers. 75 centimeter. Het onderste getalletje is in 3. En dan moet ik dus rekening houden met het minst van de twee. Ik moet mijn antwoord geven in twee significante cijfers. 586,6. Dat gaat dus worden 5,9 maal 10 tot de macht 2. Ik moet natuurlijk even kijken welke eenheid ik heb. En dat is de eenheid hertz. Dus de frequentie van de eerste boventoon, die is gelijk aan 5,9 maal 10 tot de macht 2 hertz.